Hoi allemaal, ik ben nu in Almere met Joran. Goeiedag. We zijn even aan het inslaan, een beetje feeling krijgen in de hal. Ik heb al een tijdje niet meer gevlogd, sorry daarvoor. Maar nu ga ik het dus weer oppakken. Het is het NK dit weekend en ik sta eerste geplaatst en ik heb er zin in. Jij ook? Ja, ik sta niet geplaatst, maar ik heb er zin in. De eerste ronde tegen Erik Meijs, dus niet de makkelijkste loting, maar ik heb er nu al ik heb er kijk naar uit. Yes, dus we gaan nu even lekker slaan. Joran en ik hebben net van onze sponsor een nieuwe tas gekregen, althans nieuw. Ik heb wel dezelfde, daar is mijn oude en hier is mijn nieuwe. Joran heeft wel een ander model gekregen. En we zijn nu even onze spullen aan het overhevelen naar de nieuwe tas. Maar man, wat een troep heb ik in mijn tas. Echt erg. Maar ik heb het allemaal nodig, dus het is niet zo dat ik mijn tas vol stop met onnodige dingen. Kijk, handdoek. Toilettas, alles. Ja, oké. Nou, dat ga ik even doen. En dan morgen is mijn eerste wedstrijd om 11:30. Tegen Alyssa. En dat was vorig jaar ook hetzelfde. Moest ik ook volgens mij eerste ronde of tweede ronde tegen haar. Dus we shall see. En ik hoop dat het gewoon weer lekker gaat. Ik heb net lekker een wedstrijdje gespeeld met Jor. Dus dat moet goed komen. See you tomorrow. Bye. Zo, mijn haar is helemaal door de war. Ik ben net klaar met mijn eerste wedstrijd tegen Alyssa. In 2 sets gewonnen. Beetje moeizaam start. Ging de hele tijd gelijk op. Tot ongeveer 14 denk ik. En daarna, zeker in de tweede set, kon ik gelukkig vasthouden. Dus ik ben wel blij dat ik het in 2 sets heb gewonnen. En ik sta nu bij de Happy Food Lovers met Ruud. En Ruud maakt heerlijke sapjes, zoals je kunt zien. Even kijken. Hier zo. En ik ga voor de, even kijken, Smart Protein, vanille, aardbei en banaan. Yes. Buiten dat het lekker is, ook nog eens goed voor je spieren zelf. Ja. Topsport. Met veel eiwitjes erin. Dus ik hoef pas weer om, even kijken, sowieso na 6 uur pas te spelen tegen Mireille van Daal. En dus ik heb eventjes om weer bij te komen van de wedstrijd. En mezelf weer op te peppen voor de volgende. Dus misschien is dit een bijdrage aan het oppeppen. Pas wel. Proost. Lekker. Dankjewel. Moet je weer door mijn vlog heen praten? Hè? Succes, zo. Wat heb je daar? Oeh, moet je niet laten vallen. Waar is het? Dat is Kelvin. Zeg eens hoi. Even zwaaien. Ja, ik heb net mijn single tegen Mireille gewonnen. Kwartfinale. Toch, Mo? Ja, gaat goed. Thanks. En ik was net mijn tegenstander aan het bekijken. En dat wordt Manon voor morgen. En dat was volgens mij vorig jaar ook zo, toch? Dat weet ik niet, hoor. Nee? Oh, ja. Denk het wel. Mijn wedstrijd net ging stukken beter dan de eerste. Wat ben je aan het doen? Was meer ontspannen en gewoon relaxed op de baan, lekker geslagen. Ik heb zin in morgen. Ik ga lekker uitrusten zo. En dan dat ging niet naar beneden. En dan zijn we weer klaar voor morgen. Yes, mensen. Finale. Oh, echt waar. Die halve finale. Eerste set ging wel goed. Tweede set gaf ze veel tegenstand. Ik had wind ietsje tegen. Ze moest veel harder gaan slaan en zo. Maar dat deed ik dus niet. Dus ik stond dik achter.
Maar gelukkig heb ik die achterstand van 6 punten of zo wel kunnen rechttrekken. En toen ging het weer heel gelijk op. Maar gelukkig, volgens mij, 18. 21, 18, 19 gewonnen. Dus ik ga nu naar de fysio even losmasseren en dan om 1:30 finale. Yes, let's do this. Yes, jongens, ik heb het gedaan. Kijk. En Robin ook. En trots op je, Gail. Ik ook op jou. Ah, dat is lief van je. Hey, Ger. Jezus, Gail. Jeetje, Mino. 21-10, 21-11, 21-14. Ja, gefeliciteerd, geliefd. Kampioen. Twee keer, hè? Ja, keer wel, voor de tweede keer. Eén keer niet, één keer wel. Yes. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Verdiend. Hey? Yes. Yes, yes, yes. Ik ben kampioen, Nederlands kampioen. I'm so happy and thankful. En ik zal vanavond nog wel eventjes wat gaan vloggen, want nu ben ik nog helemaal in, hoe zeg je dat, extase of zo. I don't know. In ieder geval, very happy and blessed. So, talk to you later. Ik ga nog even genieten. Het is een wedstrijd, een finale die eigenlijk nooit een echte finale wordt. Want daarvoor is het krachtsverschil tussen deze Gail Mahulette en haar tegenstandster Deborah Jille veel en veel te groot. 21-10 wordt het in de eerste game in het voordeel van Mahulette. De Nederlands kampioene van 2014. Toen pakte ze haar eerste Nederlandse titel. In 2015 en 2016 ging de titel naar Soraya de Vis Eibergen. Maar zij is er vanwege een voetblessure niet bij. Voetblessure die haar misschien wel zo'n 3 maanden aan de kant houdt. Dit is het laatste punt van de wedstrijd. 21-14 wordt het in de tweede game. Een blije Gail Mahulette. Zij wordt dus voor de tweede keer in haar carrière Nederlands kampioen badminton. Oké, ik heb de beker eigenlijk nog geen eens in beeld gehad. Maar ik had hem even bij mijn sponsor voor dit weekend neergelegd. Mijn beker, even kijken. Is daar. Yes. En ik ben nu eindelijk klaar met douchen en al de laatste wedstrijd is gespeeld. Dus ik kon mijn beker ophalen en mee naar huis nemen. Ik ga mijn handen niet meenemen, je hebt heel veel gekregen. Kijk, dit is hem dan, jongens. Ik moet wel oppassen, want dit ding zit los. Dit is de andere beker. Of wat is het? Ja, deze mag ik echt houden. Hey hoor. Is lekker? En hier komt mijn naam nog ergens op te staan. Ja, nu zie ik er heel anders uit, ja. En de bloemetjes. Yes. Dank u. Dus nou ja, ik ga thuis nog wel even vloggen, even goed afsluiten, maar voor nu gaan we ergens eten, denk ik, want ik heb zo'n honger. Dus dat gaan we eerst even doen. En dan ben ik weer terug met de vlog.
Ik zie er niet meer naar uit, maar ik ben net thuis. Even alle spullen uitgepakt en ik voel me echt moe, vermoeid. Mijn benen doen pijn, spierpijn, maar ja, dat hoort er allemaal bij. Ik ben in ieder geval blij dat ik deze mee naar huis heb kunnen nemen. So happy. Ook al lijkt dat misschien nu niet, omdat ik zo moe ben, maar... ja, ik ben super blij en dit is de vierde keer dat ik... in de finale sta van het Nederlands kampioenschap. De eerste keer in de finale toen won ik, dat was in 2014. Toen werd ik eerste en 2 jaar achter elkaar daarna werd ik tweede. En nu ben ik dus weer eerste geworden. Ik stond voor de eerste keer ook als eerste geplaatst in het schema van het toernooi. Ja, en dat was eigenlijk best wel wennen even. En ja, mensen verwachten dat gewoon van mij, dat ik ga winnen. Dat brengt gewoon een bepaalde druk met je mee. Kijk, het enige waar ik mijn houvast aan heb, dat is mijn geloof in God. Want ik weet gewoon van mezelf dat ik het niet alleen kan. Ik hoop dat mensen het een beetje... kunnen begrijpen of iets. Ik snap dat het voor sommige mensen moeilijk is om zoiets te begrijpen. Maar ik wil gewoon dat soort dingen met jullie delen. En ja, voor mensen die wel gelovig zijn, hoop ik ze te bemoedigen natuurlijk. En om te blijven vasthouden in je geloof en weten dat God met je is. En dat je alles kunt doen als je maar gelooft en blijft vasthouden aan Hem. En laat je niet gek maken door wat mensen zeggen. Zeker de negatieve dingen niet. Oké, het is al veel te laat nu. En ik wil nog heel veel dingen zeggen, maar daar ben ik nu even te moe voor. Maar morgen, dan moet ik gewoon weer trainen. Volgende week maandag vertrekken we alweer naar het EK. EK Teams in Polen. Dan zie ik jullie snel weer met een nieuwe vlog. Duimpjes omhoog als je deze vlog leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. En iedereen trouwens bedankt voor alle felicitaties. Via Facebook, via Insta, via de app, belletjes. What else? Alle likes natuurlijk. Thank you so much. Op naar volgend jaar. Maar dat duurt nog wel even. Ik ga deze lekker lang thuis houden naast mijn bed. Als motivatie. Om elke dag gewoon te strijden. En nog meer successen binnen te halen. Niet alleen in Nederland. Maar hopelijk ook internationaal. En ik hoop dat jullie mij blijven volgen. Uiteraard. Dus bij deze sluit ik nu echt de vlog af. Welterusten en tot de volgende keer maar weer. Doei doei!